Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een video op oudejaarsavond. Niet om 12 uur, want ik dacht, ja, ik doe het altijd om 6 uur. Dus ik doe ook vandaag namelijk een video op oudejaarsavond om 6 uur. Ja, dat ja. En ik ben hier namelijk vandaag, zoals de titel hieronder het namelijk al zegt, namelijk met eigenlijk een overzicht van het hele jaar. Namelijk dus een jaaroverzicht van mijn YouTube-kanaal, hoe goed het namelijk is gegaan. En omdat het eigenlijk een beetje een soort van feestdag is, oudejaarsavond, heb ik ook mijn tenue aangedaan, die ik normaal ook aandoe op feestdagen. Dus laten we er eens in gaan vliegen en dan ga ik jullie van alles gaan laten zien. Dus als eerst wil ik iedereen een heel fijne oudejaarsavond wensen. Ik hoop dat jullie het heel fijn hebben. Ik ben op dit moment nog altijd een beetje ziek, maar ik neem deze video's een beetje op voorhand op, omdat ik ook zelf nieuwjaar wil gaan vieren. Dus daarom dat ik deze ook eerder opneem. Maar ja, ik heb ook eventjes een speakbladje klaargemaakt, omdat ik nu een paar video's allemaal achterin aan het maken ben. Dus ik moet eventjes kijken wat ik moet gaan zeggen. Dus hetgeen wat ik jullie als eerst wil laten zien, zijn namelijk de video's die het meest worden bekeken op dit moment en eigenlijk ook in het loop van het jaar. Dus hetgeen wat jullie nu op het scherm kunnen zien is namelijk als volgende de meest bekeken video's op dit moment van deze maand. En eigenlijk hetgeen wat op dit moment heel veel wordt bekeken zijn plugin video's. Allemaal plugin video's, snapshot video's en zelfs een mod video. Dus hetgeen wat ik ga doen zijn namelijk ook nieuwe series gaan starten. En dat is namelijk voor de video... Oh, ik leg het in één keer wit. Dat is namelijk eigenlijk voor de video's van morgen. Dus voor de video van morgen op nieuwjaar ga ik namelijk samen met Jasper eventjes gaan skypen en jullie gaan zeggen wat namelijk de nieuwe series zijn en wat er allemaal gaat komen. Maar zoals jullie kunnen zien staat er namelijk al plugin, dus plugins gaan sowieso al verder gaan doen, want die staat vrij hoog in mijn rangschikking en daar ben ik al heel blij mee, want dat doe ik namelijk het allerliefste op mijn YouTube kanaal. Plus hetgeen wat er ook namelijk nog te zien is, is namelijk hier de redstone video's worden ook heel veel bekeken op dit moment. Niet zien. Op dit moment bestaat mijn kanaal nu al 3 jaar, vanaf eigenlijk 5 december 2013. Ik moet eventjes spieken, we zijn dus op 5 december 2016 3 jaar geworden. Ons YouTube kanaal, want ik noem het ons, omdat jullie er eigenlijk ook bij horen. En we zitten op dit moment op de 1105 abonnees als ik deze video maak. Nu, als ik eventjes een paar dingen terug ga, ga ik jullie nu eventjes gaan laten zien op het scherm, is namelijk 1000 abonnees. Hebben we op 2 maanden gehaald, dus om de 2 maanden komen er inderdaad 100 abonnees bij, waar ik al heel blij mee ben eigenlijk. Dan, als we een hele tijd gaan teruggaan, maar die eventjes spieken, is 500 abonnees, zoals we hier. En dat is vorig jaar. Vorig jaar hebben we dus de 500 abonnees gehaald. Dus daar heb ik een goed jaar over gedaan. En dan, als we nog verder gaan, ja, ik weet het, mijn gezicht trekt helemaal op niks. Niks. En dat is namelijk 200 abonnees op de 3e mei van 2015. Dus eigenlijk vanaf dat ik ben begonnen in 2013 tot 2015 heb ik eigenlijk nog maar goed een 100 à 200 abonnees gehaald op deze 2 jaar. En ik kijk constant in mijn scherm, niet in de webcam, sorry. Maar de hele tijd, dus het heeft zo lang geduurd eer dat ik eigenlijk een vrij goede basis had van abonnees. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik de 1000 abonnees voor dit nieuwjaar heb gehaald en nu zelfs de 1104 in plaats van de 1105 van gisteren. Dus ja, dat is dus eigenlijk heel fijn om dat al namelijk te zien. Nu, hetgeen is ook altijd vaak, als ik namelijk naar een video ga kijken van mij, ik ben nu eventjes zelf aan het kijken, als deze namelijk al bijna een dagje online staat, of eigenlijk al het eerste uur online staat, weet ik altijd dat er rond de 100 weergaven gaat komen. En daar ben ik al heel blij mee, want dan weet ik dat er eigenlijk sowieso al 1/10 kijkt. En vaak is het ook nog altijd 50% abonnees en 50% niet-abonnees. Dus dat vind ik ook wel nog zo leuk. Dus die niet-abonnees zou toch nog ietsjes hoger... De abonnees bedoel ik, zou nog ietsjes hoger moeten gaan, zodat dat eigenlijk nog veel hoger is dan die niet-abonnees. En ik weet het, mijn YouTube-kanaal bestaat enkel alleen maar uit Minecraft en soms af en toe mijn broer, wat ook nog is geweest op vrijdags een video van hem. En ik weet het, af en toe is het namelijk eigenlijk dat het zo, ja, alleen maar Minecraft is. En als jullie dan zelf nog ideeën hebben wat ik misschien nog kan verbeteren, dan kunnen jullie het altijd zelf zeggen. Maar we gaan nu eens eigenlijk de groei gaan beginnen aan namelijk eigenlijk het...
hetgeen waar ik het over wil hebben. En dat ben ik weer eventjes gaan spieken op mijn speakpad. Dus YouTube heeft heel mijn leven veranderd. Eigenlijk sinds dat ik de 500 abonnees heb gehaald, sinds dat ik op het volwassenen onderwijs ben begonnen, is mijn leven omgegooid. Sinds toen heb ik eigenlijk meer vrienden, ben ik ook veel losser geworden in het publiek, zal ik het zo noemen. Ik ben veel spontaner geworden en ik merk het ook aan mijn eigen. In het middelbaar, vroeger zat ik zo in mijn eigen cocon. Vroeger op de lagere school hier, twee straten verder, zat ik tegen de kerkmuur, want het was vlak langs de kerk, zat ik tegen de kerkmuur alleen liedjes te zingen. Ja, klinkt misschien heel morbid en heel gek, maar ik had gewoon heel weinig vrienden en ik zat altijd in mijn eigen cocon tot aan het zesde middelbaar, toen ik eigenlijk meer en meer aan YouTube ben begonnen. Vanaf het eerste hogere onderwijs, oftewel volwassenen onderwijs, ben ik meer aan YouTube begonnen, ben ik ook te gaan upgraden. Dat is namelijk in 2015, maar nu in 2016 zelf ben ik gaan upgraden. Ik heb een nieuwe microfoon. Deze nieuwe microfoon heb ik laatst gekocht gehad, die heel goed is. Ik heb belichting gekocht gehad, zoals ik mijn bril zo doe, dan zie je de belichting in mijn gezicht. Dus alles is verbeterd en ik ben er heel blij mee. YouTube heeft heel mijn leven veranderd. Als ik alles moet zien naar het loop van het jaar, vind ik van mijn eigen dat ik op zich misschien iets meer abonnees verdien. Dat is een dikke nek. Omdat ik krijg nu de laatste tijd van YouTube volgespamd van livestreams van klein jongsjes. Sorry, dat ik weet dat mijn heel publiek allemaal jongere kinderen zijn. En dat, die zijn 12, 13 jaar, die beginnen met YouTube en die hebben al 1500 abonnees op 2 maandjes. En dan vraag ik me af, wat doe ik verkeerd? Zit ik hier soms rond te kijken van... En die hebben op 2 maanden 1500 abonnees en de kwaliteit is niet zo goed. Het geluid is... Ik snap het niet. Maar ja, oké. Dan aan de kant. Hetgeen wat ik ook nog wil hebben is namelijk... Jens, heb je het geld er wel voor om dat allemaal klaar te krijgen? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het zoiets van... eigenlijk heb ik het geld. Ik heb het geld genoeg. Ik doe een vakantiewerk. En heel veel YouTubers gaan jullie nooit gaan zeggen hoeveel ze verdienen. En ik doe dat wel. Hetgeen wat ik verdien is op 10 maanden 70 euro. Woe! Het is iets, ik heb 2 maanden geleden 73 euro van YouTube, niet van Engeland gekregen, maar van Ierland. Ja, van YouTube Ierland heb ik namelijk 73 of 74 euro gekregen van mijn YouTube gedoe. Dus ik verdien niet zoveel en daarom dat ik bij de volgende livestreams eigenlijk ervoor ga zorgen dat jullie namelijk, nu moet ik eventjes kijken, want ik ben gelijk op mijn opnameprogramma bezig, dat jullie namelijk eigenlijk hier op deze, met dit eigenlijk kunnen geld gaan spenderen, of eigenlijk, even sponsoren, dat was het woord, dat jullie geld kunnen sponsoren aan mij met de hulp van deze Tipeee stream. Dus dat kunnen jullie namelijk mij geld gaan sponsoren, wat ik ga insteken in namelijk YouTube en in mijn nieuwe PC, wat ik ook ga gebruiken voor YouTube en mijn school. Dus, ik ga nu nog kijken wat ik moet gaan zeggen. Zeveren. Ik moet nog zeveren volgens mijn papieren. Ik weet zelf niet veel wat ik moet zeggen. Ah ja, trouwens, als je het hebt opgevallen, dat is mijn oude bureaustoel. Ik zit nog te leren met mijn examens. Ja, ik heb examens, jullie niet, maar ik heb examens. En ik moet leren in de vakantie. En jullie hebben dat gelukkig. Jullie moeten dat gelukkig niet doen. Jullie moeten gelukkig niet leren tijdens de vakantie, maar ik dus wel. Dus, heel fijn. Maar ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik weet, de titel zei dat ik een jaaroverzicht ging doen, maar ik wist gewoon niet heel goed wat ik moest doen als jaaroverzicht van mijn YouTube-kanaal, omdat ik zelf vind dat alles met een vliegende start is vertrokken en gewoon naar boven is blijven gaan. Op 10 maanden terug 500 abonnees erbij, waar ik 3 jaar over heb, of 4 jaar, weet ik veel hoeveel jaar, 2000, zoveel, over heb gedaan. Dus ik ben er heel blij mee dat we dit hebben kunnen bereiken. Dus ik weet niet meer wat ik moet vertellen. Wat ik ga doen is namelijk doei zeggen. En hopelijk zien jullie de video morgen. Ook om 6 uur in de avond komt er namelijk een video met een nieuwe serie die er gaan komen samen met Jasper. Dus ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje mochten doen. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!